nieuw filmpje en ik ga vandaag mijn favoriete nagellak bespreken. Ik wilde het al wat langer doen, maar het kwam er eigenlijk steeds niet van. En ik wilde, toenertijd wilde ik het al opnemen, maar ik wilde ook wachten tot ik mijn nieuwe camera had. En nu ga ik eindelijk dit filmpje opnemen. Ik heb best wel veel nagellak die ik wil laten zien, dus ik stel voor dat ik maar snel ga beginnen. Nou, ik pak er maar gewoon iets uit. Ik begin met een lakje van Essence. Essence Multi-Dimension 3-in-1 Nail Polish. In de kleur 55 Spot On. Dat is deze. En dit lakje is oud. Ik denk echt al... Nee, ik denk echt dat hij al 3 jaar oud is. Maar hij is nog steeds goed. Wat best wel opmerkelijk is, zeker voor Essence. En deze lakjes hebben ze überhaupt niet meer bij Essence. Heel jammer, want ik vind het een hele mooie kleur. Het is een mooie oud roze kleur. En ik vind hem echt heel erg mooi. En ja, die heeft me echt 1 of 2 euro gekost, ongeveer zoiets. En hij is dus nog steeds favoriet. Ik draag hem regelmatig. Ja, ik vind het wel een beetje jammer dat hij er nou niet meer is. Want ja, als hij dadelijk op is, dan kan ik hem niet meer kopen. En daarbij gebruik ik graag deze van Safari. En dit is ook een beetje een oud roze kleur, alleen dan met zilveren shimmer erin. Nou ja, zilveren glitter. En ik vind die twee gecombineerd vind ik heel erg mooi, dus dat doe ik graag. Dat is deze. Een hele mooie kleur. En ja, dit is het enige lakje wat ik heb van Safari, maar ik vind deze wel echt heel erg mooi. Dus die is ook favoriet. Dan gaan we door naar China Glaze. Mijn enige China Glaze lakje. En dat is Ahoy. Dat is een roze kleur met ja, die gouden shimmer. Echt, ik vind deze kleur zo mooi. En ik vind hem heel mooi gewoon zo. Maar ik vind hem ook heel mooi met een glitter topcoat eroverheen. Dan heb ik vaak die van Essence. Ik weet even niet de naam, maar dat zal ik er wel even bij vermelden. Dus ja, deze van China Glaze. En die was iets van 5 euro toen de tijd. Ik weet niet of ze hem nog verkopen. Ik denk het wel als je op Enchantra of zo gaat kijken. Dat ze hem daar nog wel zullen hebben. En anders misschien op eBay. Maar het is echt een hele mooie kleur die lang blijft zitten. Hij lakt heel erg fijn. Het is gewoon een fijne substantie. En nou ja, ik heb hem al 1,5 jaar zoiets. Iets in die richting. Dus hij blijft lang goed. Dus ja, ook die is favoriet. En het flesje vind ik ook wel mooi. Dan gaan we verder met Catrice. En ik heb 3 lakjes van Catrice. Als eerste heb ik Dirty Berry. En dit is een heel mooi paars lakje. En ik hou eigenlijk helemaal niet van paarse lak. Want ik vind het toch, ja, ik weet niet, ik hou er gewoon niet zo van. Maar deze vind ik heel mooi. En hij heeft een lichte holografische glitter. Dus dat is heel mooi. En dat is deze. Ja, dat vind ik gewoon echt een hele mooie lak. En ook die heb ik al best wel lang. Het is ook wel aan het flesje af te zien. Maar ja, hij is nog steeds fijn en ik gebruik hem graag. Ik denk niet dat, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk niet dat ze hem nog hebben. Maar hij is wel heel mooi. Dus ja, altijd jammer als ze mooie kleuren uit de collectie halen. Maar goed. Dan heb ik er nog 2 en dat zijn 2 ja, echte nude kleurtjes. Deze. Als eerste Clayton My Hero. En dit is echt een van mijn allereerste Catrice lakjes toen ze zeg maar de nieuwe lakjes, toen ze daarmee kwamen. En dit lakje is zo mooi. Hè? En ik vind het echt heel erg jammer dat ze deze kleur eruit hebben gehaald. Want hij begint nu wel een beetje, ja, hij is niet echt helemaal goed meer, maar ik kan hem nog wel gewoon gebruiken. Het is ja een hele lichte kleur met een hele aparte gouden glans erin. En ik vind hem echt ontzettend mooi. Dus ja, een hele nette kleur. En ja, ik vind hem echt heel mooi. Dus die gebruik ik graag. Dus ook die is favoriet. En dan heb ik nog Grace Kelly. En deze is vrij nieuw geloof ik. Maar ik weet ook niet of ze hem nog hebben. Want er gaan er weer een aantal lakken uit. En er komen weer nieuwe. Ik weet het niet. Ze vernieuwen het regelmatig. Maar Grace Kelly dus. En dit is een beetje een... Ja, het neigt naar iets wat oud roze. Maar dan meer bruin zeg maar. Ik vind het hoe dan ook een hele mooie kleur.
lekker nude en lekker simpel. En ja, ik ben dol op deze kleur. Dus Grace Kelly. En dat was van Catrice. Dan heb ik even kijken, een lakje van Tease Cosmetics. En dit is er eentje uit de Boudoir Secrets collectie. Dat was mijn iPod, sorry. In de kleur Out of Control. Dat is een hele mooie paarse kleur. Ik vind hem heel leuk. Hij is best wel zomers ook. En ja, ik had hem eigenlijk al best wel lang. Zeg maar. Ik weet niet meer precies wanneer. En dat was mijn mobiel. En ja, ik had hem eigenlijk nog niet gebruikt. En ik kwam hem laatst een keer tegen. 2 maanden geleden of zo. Dus heb ik hem gebruikt. En sindsdien ben ik echt fan van deze nagellak. Hij is echt heel erg mooi. Hij dekt goed. Blijft goed zitten. Ja, niks op aan te merken. Het is gewoon echt een hele mooie kleur. Dus Tease. Zeker een aanrader. Volgens mij is die ook nog wel te koop. Ligt er maar net aan ja, of je Tease hebt in de DA of ergens anders. En wat ze dan er nog van verkopen. Ik geloof dat ze hem bij ons hier in ieder geval nog wel hebben. Maar ja, je kan altijd even kijken. Hij is in ieder geval heel erg mooi. Dan heb ik eentje van Ciate. En dit is een paintpot. Een long lasting full coverage nail enamel. Enamel, ja. Hoe dan ook, Ciate. En deze heb ik een keer gewonnen. Je moest een Twitter berichtje retweeten ofzo. En dat had ik toen gedaan. En toen kreeg ik een berichtje terug dat ik gewonnen had. En ik kreeg deze thuis gestuurd. En hij heet Kitten Heels. En ik vind dit echt zo'n mooie lak. Hij is echt, ja, hij is echt heel erg apart. En het flesje sowieso heel leuk met het strikje. Echt weer eens iets anders. En de kleur is ook heel apart. Ik heb hem al vaker laten zien. Hij is ook al best wel oud, maar het maakt niet uit. Hij doet het nog prima. Hij dekt goed. Lakt fijn. Ja, hij is echt favoriet. En ja, ik weet niet of die goed op de camera overkomt. Maar het is echt een hele mooie kleur. Dus ook die is favoriet. Dan gaan we naar OPI. Ik heb 2 lakjes van OPI. Eentje is Too Hot Pink to Hold 'em. En dat is deze. Het is echt een hele felle roze kleur. En ja, op zich, hij is wel favoriet. Maar ik heb er ook wat aanmerkingen op. Want deze lak heeft de zogenaamde sorbet finish. En ik vind het idee heel erg leuk. Maar uiteindelijk zijn het gewoon vaak lakken die gewoon niet goed dekken. En dat geldt voor deze ook. Maar ondanks dat de dekking niet zo goed is, vind ik het wel echt een hele mooie kleur. En hij lakt verder wel gewoon fijn. Dus het is toch een favoriet. OPI dus. En deze potjes vind ik ook echt heel erg leuk. Dus ja, het is wel echt een mooie kleur hoor. Daar niet van. Maar het is jammer dat hij sorbet finish heeft. Anders had hij nog veel mooier geweest. Maar goed. En dan heb ik er nog eentje. Midnight in Moscow. En dit is een beetje, ja, dit is een kleur die ik meer in de winter draag. Het is een beetje een donkere kleur. Het is een beetje roodbruinig met shimmer erin. Heel mooi. Heel mooie glans ook. Ja, echt. Het is wel een hele mooie lak. Maar zoals ik al zei, die gebruik ik dus meestal in de winter. Want het is best wel een donker kleurtje. Dus ja, bijvoorbeeld nu, ja, het is nu zomer. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik alleen maar regen. Dus echt zomer is het niet. Maar toch gebruik ik hem nu niet graag. Ik ben nu echt van de felle, vrolijke kleurtjes. Maar hoe dan ook is het toch favoriet. Want ik gebruik hem graag in de herfst en in de winter. Want het is gewoon een hele leuke kleur. Dus ja, 2 OPI lakken. Die allebei, ja, echt favoriet zijn. Dan heb ik een lak van Chanel. Mijn enigste lak van Chanel. En dat is Chanel Paradoxal. En ja, ik heb deze overgekocht van iemand, want die wilde hem niet meer. En nou ja, ik dacht, goh, dat is wel leuk. En ze had hem geloof ik nog maar 1 keer gebruikt of iets in die richting. Dus hij was eigenlijk in principe nog best wel helemaal nieuw. En ja, Chanel lakje. En ik vond gewoon het idee van een Chanel lakje heel leuk. Maar het is ook echt een hele mooie lak. En ik heb er ook een dupe van Barry M. En die vond ik altijd heel mooi. Maar ja, nu gebruik ik, nou ja, ik gebruik deze niet echt extreem vaak, want dat vind ik weer zonde omdat het Chanel is.
Maar het is echt zo'n mooie kleur. Het is een heel apart. Je hebt er dus maar echt maar een paar dupes van. Niet zo heel veel. En ja, ik weet niet of het goed overkomt op camera. Maar het is echt een hele mooie paarse kleur. En ja, het past eigenlijk overal wel bij. Dus ook die is favoriet. En ook staat hij vaak op mijn kast. Gewoon omdat ik hem gewoon mooi vind. Met de Chanel logo erop. Ja, toch wel leuk. Nou, dan zijn we er bijna. Ik heb nog een lakje van NYC. En dit is de kleur Uptown. En dit is een roze lakje met een beetje een soort zilverachtige shimmer glans erin. Echt een heel mooi kleurtje, echt ja, een beetje Barbie roze. En ja, die vind ik eigenlijk wel heel leuk en hij lakt fijn. Hij blijft ja, iets minder zitten, maar op zich nog wel redelijk. En ja, hij is gewoon leuk, ook wel fris en zomers. Dus ja, hier ben ik ook wel heel blij mee. En dit is ook maar een paar euro. Ik weet niet of ze... Ja, ik denk eigenlijk dat ze hem nog wel hebben. Want volgens mij vernieuwen die het assortiment niet zo vaak. Maar ja, hele mooie kleur van NYC dus. Uptown. En weer mijn iPod. En dan heb ik er eentje van Estée Lauder. Die ik al vaker heb laten zien. En waar ik ook al iets over geschreven heb. Ik weet niet of dat al online staat. Als dit filmpje online staat. Zo niet, dan komt het nog. Zo wel, dan kun je dat teruglezen, een review over deze. En ja, dit is een beetje een transparante lak. Beetje rozig. Heel mooi. Blijft echt lang zitten. Het is de kleur Ballerina Pink. En het flesje is ook echt heel erg mooi met een roze gouden dop. En ja, dit is gewoon als ik wat zin heb in wat meer iets neutralers. Even geen zin heb in felle kleuren of wat dan ook. Dan gebruik ik graag deze. En die blijft ook echt langer zitten dan een normale nagellak. Ja, want het is natuurlijk niet... Ja, het is gewoon een hele mooie lak. En die gebruik ik graag en ook heel vaak. Dus ja, ik zou het wel jammer vinden als die opgaat. Maar hij is wel heel erg mooi. Ik zal hem nog even dichtbij laten zien. Ik vind echt Estée Lauder heeft echt hele mooie verpakkingen. Ook gewoon het logo is heel leuk. En ja, zoals dit, een roze gouden dop. Dat vind ik toch wel een leuk detail. Dus ook die, favoriet. Dan heb ik er nog twee. Ik heb er eentje van Essie. En dit is Essie Turquoise & Caicos. Een mintgroen kleurtje. Ik ben nu helemaal dol op mintgroen. Kleding, echt gewoon... Ik vind het gewoon leuk. Ik heb er niet zoveel van. Maar wel deze nagellak en ik vind hem heel mooi. En deze nagellak blijft echt het langst zitten van alle nagellak die ik heb. En dan maak ik geen grapje. Hij blijft echt heel goed zitten. En hij is heel mooi. Hij heeft een heel dik kwastje. Wat ontzettend fijn lakt. Kijk. En zo, die lucht. Ik hou niet zo van nagellaklucht. Maar goed, die is heel erg mooi. En ja, ik wil hem eigenlijk meenemen op vakantie. Maar hij is weer zo groot, dus doe het toch maar niet. Maar ik vind het wel jammer, want ik vind hem echt heel mooi. Lekker zomers, lekker fris. En ja, zoals ik al zei, hij blijft heel lang zitten. Dus dat is ook echt heel fijn. Dus die is favoriet. En dan heb ik er nog eentje, laatste. En die is van de H&M. En die ziet er echt heel erg vies en oud en niet goed meer uit. Maar... Hij doet het nog gewoon. Het is een, ja, een blauwe kleur. Een beetje met een, ja, een beetje wat donkere blauwe shimmer. Blauwe shimmer. En ik vind het wel een apart kleurtje. Ik heb hem ook al best wel een tijdje. Zoals je dus duidelijk kunt zien. Maar hij doet het nog prima. En ja, dit is wel echt een mooie kleur. En hij heet Peppermint Fusion. Ja, gewoon een goede nagellak op zich. Hij blijft niet heel lang zitten. Maar ook weer niet dat je zegt van wow, die is er binnen een dag af of zo. Dus ik vind het wel oké. Zeker voor H&M kwaliteit. Dus ja, ook die is favoriet. En daarmee komt er een einde aan dit filmpje. Ja, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!